Of goedemiddag. Of goedenavond en hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Magic Shop TV, deel 33. Jawel. Dit is nog steeds Gert. En dat is nog steeds Ron. We zitten wel op een andere plaats hier. Ja, het is wel even winnen. Ja, dat is voor ons helemaal anders. Ja, goed, een ander plaatsje, maar nog steeds dezelfde Magic Shop TV. En we hebben we gaan het wel iets anders doen. Maar ik denk dat we daarover wat later wat meer... Precies. Ik vind dit al anders genoeg eigenlijk. Ja, nou goed, maakt het niet uit. We hebben weer een aantal leuke dingetjes. Ja. Wat hebben we dan? We hebben Mentalist. Van Peter Egging. Ja. We hebben Alakazam's Sharpie Through Card. En we hebben een hele leuke, dat is Notaire 2 van Mark Mason. Ja. Nou. Dat was het weer. Bedankt voor het kijken. Nee, natuurlijk niet. Waar gaan we mee beginnen? Zullen we met Mentalist? Ja, ik heb er twee. Je hebt er twee. Oh, dan begin jij. Zal ik beginnen? Zal ik dan met de Sharpie Through Card gaan beginnen? Ja, dat is goed. Goed. Sharpie Through Card. Het effect is eigenlijk heel wat oud. Wat het zegt. Nou, inderdaad. Het is een Sharpie. Een Sharpie is gewoon zo'n stift. Door een kaart heen. En ja, toen ik het effect zag, was ik niet meteen... Wauw, te gek. Nee, want wij begrepen eigenlijk al die ophef niet. Nee, want het effect is al wat mij betreft al heel oud. Ik heb het volgens mij al met een sigaret hebben wij hem sowieso. En we hebben hem vroeger, jaren geleden toen dit nog Jan Monnikram heette, hadden we hem zelfs in een, met een ook met een stift eigenlijk. Nee, ook met een stift, ja. Maar goed, het effect is ongeveer, ik moet even wennen waar de camera's staan. Alles is veranderd natuurlijk. Ja. Dus goed, je mag er een kaart uithalen. Laat hem niet in mij zien. Nou trouwens, het maakt ook niet uit. Ik mag hem ook zien. Oh. Ah, dat is te mooi. Je had natuurlijk alles. Ja, dat is een leuke truc. Je had natuurlijk alles kunnen kiezen. En jij kiest voor in dit geval de ruitenvrouw. Ja. Nou, het idee is vrij simpel. Ik zal het nu niet doen, want het is zonde van mijn spelkaarten. Ach, nou ja. Wou je wel doen? Nee hoor. Oh, oké. Want normaal gesproken mag je namelijk die kaart signeren. Ja. Dus je pakt een stift, je vraagt aan een toeschouwer, joh. Schrijf jouw naam. Zo logisch, want dan heb je ook een reden om die stift erbij te hebben natuurlijk. Exactamundo. Dus je pakt die stift, je signeert, of de toeschouwer signeert. En daarna pak je die stift en het enige wat je doet is het magische gat zoeken. En die stift gaat eigenlijk dwars, ik weet niet of het te zien is, door die speelkaart heen. Nou, dat is eigenlijk het idee. En wat Peter ook zegt, Peter. Straks komen we wel met Peter. Ja. We hebben twee Pieters. Ja, leuk. Goed, want Pieter ook zegt, ja, weet je, dit heeft wel iets waarvan ik denk, ja, het klopt. Ja. Het is wel, ja. Het klopt natuurlijk niet. Ja, en een sigaret is tegenwoordig natuurlijk wat dun. Nee. Dus. Nou goed, en dan, je haalt hem eruit. Het gat is ook meteen dicht. Dat is op zich wel heel erg mooi. En ook aan de andere kant is het gat natuurlijk dicht. De kaart is nog steeds gesigneerd. En... Goed, ik kan hem uit handen geven. Wat ik zeg, niet nieuw qua werking al helemaal, niet nieuw. Nee. Maar wel veel bruikbaarder. Ja, absoluut. En inderdaad, goed. Sharpie gebruik je veel mensen waarschijnlijk misschien al met gewone routines, met kaart signeren. Ja. En dit is iets wat ik wel heel mooi. De gimmick is extreem mooi gemaakt. Absoluut. Echt extreem mooi gemaakt. Wat wil je erover zeggen? We hebben ze in het rood en in het blauw. Ja. Dus blauwe bicycle of rode bicycle. Je hebt er wel je eigen spel bicycles nodig en je hebt natuurlijk je eigen stift nodig. Zit er niet bij. Elke Sharpie werkt, dus dat is op zich geen probleem. Zelfs Sharpies die op de grond vallen. Die werken ook. Die werken ook. Nou. Top. Ja. Ik kan er niet meer over vertellen. Onbruikbaar. Absoluut. Dus, mooi perfect. Mentalist. Ja. Weet je wat hem is? Nee. Een kopje koffie. Ja. Dan gaan we even pauze. Ja. Goed, welkom terug bij Magic Talk. Nee, hoe heet het hier? Magic Shop TV natuurlijk. Ja. Aflevering 33. Welkom terug van de reclame. Dit is nog steeds Gert. En dat is nog steeds Ron. Nou, met koffie deze keer. Dus dat is op zich ook wel eens lekker. Ik heb meteen een slokje van. Nou, inderdaad. Proost. Het volgende effect is wel erg mooi. Dat wil ik wel noemen. Ja. Mentalist van Peter Egging. Ik vind het... Nou, ik denk wel zijn beste effect wat hij ooit heeft uitgebracht. Zo? Ja, dat meen ik serieus. Want hij heeft best wel heel veel uitgebracht de afgelopen tijd. En ook hele mooie dingen. Ja. Maar hier ben ik toch wel heel erg weg van. Oké. Okay. Het is bijzonder uitgedacht in alle details en fantastisch gemaakt. Nou, fijn. Het werkt dus met een
doosje met tiktakjes. Maar dan geen tiktak, want dat mocht... Nee. Dus hier staat dan een ander etiket, Fresh Mint. Fresh Mint zou bij bepaalde winkels gekocht kunnen worden, denk ik. Ja. Maar goed, in ieder geval, je kan je eigen etiket erop plakken. Het staat ook op de DVD beschreven hoe dit moet. Dus ja. Dat is op zich geen probleem. In dit geval zijn het gemixte, dus witte en roze. Ja. Nou, één van de effecten die je ermee kunt doen. Ga ik doen. Ik begin, ik haal er een aantal tiktakjes uit. Oké. Ja. Je kan ze ook echt eten, hè, de tiktaks. Ja, het zijn echte tiktaks. Okay. Nee, niet dat je... Ik heb een aantal in mand. Ja. Dan mag jij ook achter je rug houden. Achter mijn rug. Doosje open. Ja. En je schudt een aantal. Oh, niet op de grond wat vallen. Ja, ik heb er een aantal. Ja, doosje dicht. Oké, hou je aan het sloten. Goed, we hebben allebei een aantal... wil jij ze eerst laten zien? Ja. Wat heb jij? Ik heb er 5. Je hebt er 5? Ja. Kijk. Je hebt er ook 5. Ik heb er ook 5, maar niet alleen dat. Aha. Ik heb 2 roze en 3 witte. Ja. En je hebt ook 2 roze en 3 witte. Ja. Ja, en... En, daarna kunnen ze het doosje pakken en... Ja, dus ik had er zoveel uit kunnen halen als ik zelf had gehoord. Ja. En dat... Nee, ze zijn echt eten. Ja, fantastisch. En dat is één van de effecten. Het andere effect is, je laat de toeschouwer het doosje achter hun rug nemen. Ze mogen een aantal uitschudden, het doosje dicht doen. En jij hebt exact voorspeld hoeveel ze er hebben op een briefje. Kleuren. Ja, dus bijvoorbeeld hebben ze 9 tactics. Waarvan 5 wit en 4 roze. Dus je voorspelt gewoon exact. Ja. Wat zijn uit de doosje aan. En ze kunnen de doosje onderzoeken. Het doosje is inderdaad, het mooie is denk ik, en dat bedoelde jij denk ik net, misschien of niet. Het doosje is zwaar getruckeerd. Ja. Laten we dat even zeggen. Maar gewoon volledig 100% uit handen te geven. Ja. Je kan het gewoon, zij hebben de gimmick in hun handen. Ik denk dat dat hetgeen is wat zo wijs mooi is. Ja. En Peter is hier geweest, hij heeft het effect aan ons laten zien. Hij heeft wat meer over verteld. Het is ook altijd leuk om, om te horen. En ik ben met je eens. Er zitten nog wat bonus dingetjes bij. Er zit bijvoorbeeld een kaart symbool Revelation op. Ja. Op de achterkant in het barcode staat ook nog een Revelation. Ja. Een revelatie. Ja, zoiets. En dat. En, het is onderzoekbaar. Ja, onderzoekbaar. Ja, want dat was het, het nieuwe woord. Onderzoekbaar. Nou ja, fantastisch. Leuk. Ja. Kost die? Hij kost normaal 42,5. Oh, jij zegt normaal? Ja, we doen hem vanwege message op tv. 39. Da! Bonus! Hey! Goed, voordat je zegt van, die gaan we onbestellen. Ja. Als je met die kleuren wil gaan werken, dan moet je... Je krijgt van ons een doosje, daar zitten witte tiktaks in. Ja, er zit een witte, zakje... witte mint bij. Die wordt erbij geleverd. Maar... Als je dit wil doen met die kleuren, dan moet je eventjes naar de winkel om gekleurde te halen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben stad en land af geweest om gekleurde tiktaks te krijgen. En ik heb ze bijna nergens kunnen krijgen, behalve bij het ouderwetse benzinestation. Ja. Dus, tipie van mij, ga naar het benzinestation. Ze schijnen wel te koop te zijn. We hebben alleen waarschijnlijk bij de verkeerde winkels gekeken. Want ze zijn er in 3-4 kleuren. Ja, groen. Met zwart aan toe, geloof ik. Dus, Alleen ik denk niet dat het dan originele tiktaks zijn. Volgens mij krijg je dan niet serieus freshmans. Ja. Nou, top. Dat is toch? Ja, helemaal goed. Nou. Nou, dan nemen we er nog maar één. Ja, ik ook. Lekker bij de koffie. Ik heb wat leuks. Weet je wat dit is? Flashpaper. Dat lijkt op flashpaper. Ja. Nou weet ik niet of ik de tafel ga slopen. Dat denk ik wel. Dus ik ga een stapje achter. Dit is mooi hoor. Kijk uit voor je broek. Goedemorgen. Geinig, hè? Volgens mij gebeurt niks. Sparkling flashpaper. Ja, het ruikt lekker. Sparkling flashpaper. Hebben we ook sinds kort. Nou, leuk. Fantastisch, dat wist je niet, hè? Gaan we straks wel vertellen meer. Oké. Dat is op de feest. Ja. Welkom terug. Als je weg geweest bent. Als je niet weg geweest bent, dan niet. Ja. Ja, dit is Noter 2. Ja. Zo.
Dus nee. Gewoonlijk weer, eerst heb je een 1 en dan moet er altijd weer een 2.0 komen en die moet dan zogenaamd altijd weer beter lezen. Ja, maar voor de mensen die absoluut geen idee hebben wat notair is. Notair, dat is de wereldberoemde scheur- en hersteltruc, ja. Maar dan anders. Het effect is heel simpel, je hebt een aantal losse stukjes krant, waarbij je tegen de mensen zegt, ik heb ergens een advertentie ergens staan of iets dergelijks. En je haalt uit je zak allemaal die losse stukjes krant. Ja, je kan er altijd wel een leuk verhaal bij vertellen, vind ik altijd. Je leest op van, weet ik veel. Je kan inderdaad allemaal leuke grappen van, nou, wonderbaarlijk nieuws of ja, gekke berichtje wat je gelezen hebt. Nou goed, uiteindelijk, je hebt al die losse stukjes krant, je houdt ze tegen elkaar, je zoekt iets wat je niet kan vinden en de krant is weer helemaal heel. Ja. Dat is notair. Ja. Een leuke truc. Notair 2 gaat een stapje verder. Ja. Want je doet exact hetzelfde als notair 1. Oftewel, je pakt allemaal stukjes krant en je laat zien, je leest wat dingetjes voor. En op een gegeven moment maak je de krant heel. En dan, shit, bemerk je dat je een stukje vergeten bent. Of tijdens het voorlezen kan je een stuk laten vallen. Met andere woorden, de krant is helemaal heel op één stuk na. Dus ze zien een gat. Je kan er ook met je gezicht achter. Het is geen spiegelgat of iets. Er mist gewoon één stuk. Er mist gewoon een stuk. Maar dan komt het mooie. Want dan pak je dat stukje van de grond of uit je zak of waar je te liggen. Dat leg je je foute krant op. Je legt dat even op die krant. Je blaast een keer. Je maakt de krant open. En ook dat stuk is gerestaureerd. Dus het effect. Echt wel een 2.0. Okay. Echt een goede verbetering op een leuke en klassieke truc. Het voordeel is dat je de krant één keer moet prepareren. En daarna kun je het eigenlijk... Heel vaak doen. Ja. Regelmatig doen. Ja. En het kost ongeveer een kwartiertje om even zo'n krant te prepareren. En ja, wat ik zeg, het voordeel is, je kan elke krant pakken. Ja. Als je in weet ik veel, je kan je regionale krant pakken. Ja, dat is wel leuk. Dus dat is hartstikke leuk. Komt natuurlijk met een best wel uitgebreide DVD, hoe je dat precies moet doen. De speciale gimmick. En wat ik zeg, geen krant. Dat moet je dus wel echt even zelf regelen. Oké. Okay. Dus... Notair 2. Deu. Kost die? Dat is een goede vraag. Dat weet je niet, hè? Nee, dat weet ik niet. Nou, dan zetten we het al ergens anders. Ja, dat staat hier. Wat die kost. Ja, of hier. Of en daar. Ook. Ja, hier. Ook. Een dingetje. Of hier. Nou. Zijn we er weer doorheen. Het is fantastisch. We zijn er weer fantastisch. Dat is fantastisch. Ja, gewoon geweldig. Dus 3 keer fantastisch in 1 keer geweldig. Hebben we nog wat leuks? Ja, zeker. Volgende week vrijdag. En een lezing. Oh, wat leuk. Van wie? Pit Hardling. Nou, je kan er nog bij zijn. We hebben denk ik nog net 1 of 2 kaartjes. Ja. Dus zorg dat je nu nog inschrijft. En ik denk dat het een hele leuke lezing gaat worden. Gezellige avond sowieso. Altijd. Wij zijn er ook, dus ja. Kan niet anders. En wat ik ook nog even wil melden is... Misschien heb je het gelezen, misschien niet. Sinds kort... Tenminste, het ligt eraan wanneer je zit te kijken. Sinds dit rond kerst 2014 zit te ophouden kijken. Ophouden nu. Okay. Sinds kort geven wij ook goochelcursus. En dat is voornamelijk voor de mensen die echt beginnen met goochelen. Dus als je dit soort dingen wil gaan kopen, dan denk ik dat je al wat verder bent met goochelen. Dan is dit bericht niet van toepassing en kan je skippen. Maar anders geef een goochelles. Dus waar kunnen ze dat vinden? Op 2 verschillende plaatsen. Op www.magicshop.nl en dan goochelcursus ergens. Ja, staat er vast wel eens bij. Of naar www.goochelen-leren.nl. Ach. En daar staat alles in. We geven ook privéles, dus stel dat jij zegt van, joh, ik ben helemaal into kaarten, maar hoe doe je dat nou? Hoe maak je nou een Elmslikant? Of hoe doe je dit, of hoe doe je zus? Ook dan kan je bij ons terecht en ja, dat is een privéles, dus dan kun je, wij kunnen altijd. Ja. En als wij het niet kunnen, dan hebben wij een heel breed netwerk voor mensen die wij kunnen inschakelen daarvoor. Dus mocht je vastzitten met je goochelen, dan kun je, en je bent geen beginner, dan kun je daar ook zeer zeker je voordeel uit halen. Nou, fantastisch. Nou. Stoppen maar. Stoppen maar. Ja, ik weet het ook niet. Volledig uit de hand. Ik vind het nog wel leuk. Ja, het is klit volledig uit de hand. We hebben een nieuwe rek. Met kaarten. Ja. Dat wist je al. Ja. Die hebben we uitgebreid. Ja, nog weer verder uitgebreid. Ja, dus dat even een klein shotje ervan. Ja. Dat is leuk voor mensen. Van, hey, wat is dat? Nou, uitgebreid. Goed. Dat was het, hè? Tot de volgende keer. Tot volgende week. Nee, of 2 weken. Of 2 weken. Oké. Okay. Ja. Hey, hoi. Nou, dat is wel even wennen hier in die... Ja, het zit hoger. Ja. Wil jij nog een tiktakje van mij? Lekker. Een roze of een witte? Oh, ik heb wel een witte. Oh. Wist je dat je ook color changing kan doen daarmee? Ja, oh, ja dat kan ik nog, hè?
zijn best wel een hele hoop leuke routines. Ja. Maar ja, dat hebben we vergeten te vertellen. Dus, ja. Maar goed, dan. Misschien zitten ze nog te kijken. Ja, zou kunnen. Dus ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Nee. Voor mij waren ze al afgehaakt naar die. Nou, twee minuten al. Uit. Ja. Krijg messages op tv. Ja. Maar ja. Maakt het uit. Er zijn altijd bij die het leuk vinden hoor. Ja? Ja, Jean-Paul kijkt elke week. Jean-Paul? Ja, ja, elke week. Ja? Ja, dus dat kan niet. Jawel, hij kijkt de ene week de ene aflevering en de week erop kijkt hij de herhaling van de vorige week. Ja, ja.